Hoi, mijn naam is Eline Loven, organisatieadviseur bij FME. En vandaag zijn we bij Van Schijndelmetaal in Dongen. Je bent hier bij een familiebedrijf, opgericht door mijn opa en oma in 1932. Inmiddels zijn we gespecialiseerd tot toeleverancier voor plaatwerk. We lasersnijden, we kanten, we lassen, maar we poederlakken ook. We doen het met 40 medewerkers ongeveer en we hebben de afgelopen tijd heel wat meegemaakt. Net als jullie, denk ik, vanwege corona. Al die mensen moeten aan het werk blijven. Hè? De fabriek heeft honger, hè? Die moet gevoed worden. En Jeroen, die hier zit, voornamelijk over de verkoop praten, ja, die moet die honger steeds weten te stillen. En als het dan zo rustig wordt in de wereld, ja, dan heeft hij een probleem en hebben wij allemaal een probleem. Want ja, de fabriek moet gevoed worden. Dus hoe gaan we om met voorraden? Hoe gaan we om met lopende orders? Omdat er gewoon een hoop onduidelijkheid was wat de verkoop ging doen. Jessica, wat was voor jullie de meest opmerkelijke impact van de coronacrisis? Ja, dat was de plotselinge terugval van de omzet. Dat is wel zo. En ook de ongelijke verdeling. Dus de ene klant had er heel veel last van en de andere klant bijna niet. En dat wereldwijd. Dat is helemaal nieuw in deze crisis. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Wij hebben de tijd gebruikt gedurende de coronacrisis om het toch al geplande ERP-pakket sneller uit te gaan rollen. Ik hoop dat het ons heel veel gaat brengen, wat ik eigenlijk al wel zeker weet. Wat we tot nu toe gezien hebben en ingericht hebben, dat maakt het leven makkelijker en inzichtelijker, zeg ik. Hier zie je ook een voorbeeld van hoe wij onze tijd besteden tijdens deze coronacrisis. Hier zie je onze oudste medewerker Lauke. Een enorme bron van kennis, 49 jaar bij ons op werk. En Kim, die aan haar derde jaar ROC bezig is, zie je bezig met de kennisoverdracht. Lauke gaat Kim leren alles wat hij kan. En er is behoefte aan meer vrouwen in de techniek met veel vakkennis. Zie je daar gebeuren. Het bedrijfsbezoek bij Van Schijndelmetaal zit erop. Wat een warm familiebedrijf is dit. En heel innovatief en ambitieus, dat is wel gebleken, zeker tijdens de afgelopen maanden. Afgelopen maanden hebben zij hard gewerkt om hun nieuwe ERP-systeem te implementeren. Dat is duidelijk. Tot ziens!